Afgelopen zondag werd voor de 26e keer het truckersconvooi Boldershof georganiseerd. Op industrieterrein De Schoenhakker stonden 's morgens zo'n 150 vrachtwagens opgesteld, zodat de bewoners van zorgcentrum Boldershof kennis konden maken met de chauffeur en de vrachtwagen. Vanaf het middaguur trokken de wagens erop uit en reden een toertocht door het land van Maas en Waal. Bewoners van Boldershof en andere mensen met een geestelijke beperking konden zich aanmelden om mee te rijden op een van de vrachtwagens. Het vertrekpunt was de Platinawerf in Beuningen, waar de trucks om 12 uur wegreden. Vervolgens ging de route naar Ewijk, Deest, Druten, Beneden Leeuwen en Horssen. Rond 3:30 waren de wagens weer terug in Beuningen. De route was dit jaar iets veranderd vanwege de werkzaamheden in de Klapstraat in Afferden.